Die halve zijige Arie Boomsma, die heeft ook nog een Duitsend zakje gedaan. Ik heb het niet gezien, maar dat hoorde niet. Gisteren zat hij op Boulevard, Arie. Maar daar word ik zo moe van die slijmjurk. Ja, maar het is echt een aardige gozer, die Arie. Ja, dat kan wel een aardige gozer zijn. Maar hij heeft al die homofielen de kast uitgejaagd. Ja, zoals jij makkelijk vorige week. En niets aan nazorg, gewoon lekkere tv maken. En naar het volgende programma. Want wat doet hij nu dan bij RTL? Nee, maar net vijf zit hij. Net vijf zit hij. Nee. Hij was gisteren was hij daar omdat hij in de jury gaat zitten van een programma over afvallen. Dus daar ga je niet voor daar aan die desk staan. Dus hij stond er eigenlijk aan die desk om zeg maar, ons nog even een keer de les te lezen. Okay. Daarom stond hij daar. Ja. Maar geslapen of niet? Nee, absoluut totaal niet. Nee, van slag. Maar niks wat Harry doet slaagt. Oh nee, ik zei Harry. Goed geslapen had. Maar ik heb prima geslapen. Ja? Nou, tegen de tijd dat jij geslapen staat iedereen op natuurlijk. Nee, tuurlijk, dat klopt. Ja.